Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben nog steeds niet lekker. Volgens mij is Sam nu een beetje aan de beurt. Maar ja, dat is gewoon afwachten hoe dat dan loopt. Jordi en Liam zijn naar school toe. Voor zover ik weet gaat het allemaal wel prima. Ja, ik moet Liam alweer bijna ophalen. Ik moet over een half uur alweer weg. Dus ja, het regent, pijpen stelen. Het is echt geen fijn weer. Dus dan gaan we lekker met de auto doen. Oh yes. En ja, voor de rest dat. Ik heb wel gewoon mijn was aan het staan. Ik heb mijn was opgevouwen. Dat. Ik heb gewoon dingen gedaan vandaag. Dus ja. Het gaat wel allemaal gewoon door hier, hè? Dus of je nou zelf ziek bent of niet, dat maakt helemaal niks uit. Maar goed, ik ga even drinken pakken voor mezelf, want ook dat moet gebeuren. Ik moet wel natuurlijk blijven drinken. En ja, voor de rest ook een beetje relax tussendoor. Nou, ik ben er net achter dat onze Sam nu ziek is. Bij mij gaat het, met een paracetamolletje op mij gaat het wel oké. Ik ga nu Jordi ophalen, want ook die moet opgehaald worden. En we gaan wel kijken wat schip staat. Jee, dat is. Nou was ik al wel wat later met uploaden. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar hij heeft gewoon bijna anderhalf uur overgedaan om te uploaden. Juist, dus het filmpje staat nu nog niet online. Maar ik heb wel eten voor de kinderen. En voor mezelf ook natuurlijk en Niels. Maar Niels is later thuis, dus ik eet samen met Niels. Jordi, kijk eens. Ja? Papa? Kom maar, papa. Oké. Dus ik ga de kindjes even zorgen dat ze eten hebben. Liam zit aan tafel, want dan wou hij graag. Sam zit hier, zit lekker te eten. Sam is nog steeds niet helemaal lekker, dus we gaan het zien wat hij eet. Maar goed, hè? Het is zoals het is. De hele erge harde dingetjes die bijten er even vanaf van Jordi. Zodat hij het sowieso kan eten, maar hij vindt het altijd wel lekker. Zo, alles is schoon, stofzuig gedweld. De hele shebang hebben we gedaan. Niels is nu even sporten, nou ja. Niels heeft mee opgeruimd en gestofzuigd. En ik heb de boel net gedweld, zodat het weer klaar is. Onze Joefke is loops geworden. Dus we hebben de bench ook eventjes neergezet. Zodat ze ook af en toe zonder broekje erin kan zitten. Meestal is het gewoon dat als ik wegga, dan zet ik ze zonder broekje daarin. Zo doen we dat meestal. Dus ja, hè. Het is zoals het is. Dus, 1-2 weken en dan is het weer voorbij. Dus ja, dat. Kindje ligt te slapen. Of tenminste, grotendeels te slapen. En nou kan ik lekker bank hangen en niks doen totdat ik naar bed ga. Niels is sporten. Want hij wil natuurlijk een hot summer body, hè. Hij wil gewoon weer wat sportiever worden. Hé, hey, doe een jongen, als jij dat wil. Als ik maar op mijn kont kan zitten als jij gaat, vind ik het prima. Nou, dat is geregeld. Dus mij hoor je niet klagen. Hoe voelt hij zijn eigen huis verkouden? Hij heeft geen koorts of zo, dus top. En ik denk dat ik de volgende dag pas weer dat... Hey, goedemorgen. Ik heb vanochtend Liam weggebracht, Jordi weggebracht. Daarna ben ik even naar de Lidl geweest. Ik ging voor vaatwasblokken, want die heb ik altijd van de Lidl. En ik dacht dat ik hier nog één heb staan. En ik weet bijna zeker, maar ik kan hem niet vinden. Maar ja, toen ging ik naar de Lidl en toen was ik in de winkel. En toen voelde ik in één keer dat Sam aan het doorlekken was. Dus toen moest ik snel, snel, snel. Dus ik kwam thuis en toen dacht ik, vaatwasblokken. Dus ja, die
heb ik niet. Ja, het is zoals het is. Maar wat ik wel heb gevonden, is deze. Deze. Ik heb eigenlijk wel een stuk ding met mijn eigen oog. Ik heb eigenlijk wel zin in een sinaasappelsap of zo. En ja, dan heb ik zo'n ding niet. Nou, prima. En ik wil ook wel een keer iets van zoiets maken. Of weet ik veel wat. Hè? En waar ik ook vaak tegenaan loop met bijvoorbeeld uitsnijden. Ja, dat dus. Dus die heb ik ook gehaald. Nou is het zo dat aankomende zaterdag komen allemaal vrienden van ons. En een van die dochters die heeft een glutenallergie. En ik heb beloofd aan haar dat alles wat ik maak die dag, kan ze in principe eten. En in principe zeg ik daarbij, ik maak ook iets met varkensvlees, maar ze mag geen varkensvlees. Niet dat ze een geloof heeft waardoor dat niet mag. Dat is gewoon beter voor haar nieren. Dus er is één ding wat ze dan niet mag. Maar dat weet ze. Maar wel dat ze gewoon alles wat ik verder op tafel zet, dat ze dat gewoon mag eten. Dus dat glutenvrij is. Dus ik had bij de Lidl ook deze gevonden. En ik had deze gevonden. Dus ja, ik heb 2 pakken van die. Dus alles wordt die dag glutenvrij. Ja, het is niet zo heel moeilijk om het glutenvrij te maken. Want ik maak een mini rijsttafeltje. Dus het is niet zo heel moeilijk om dan te zeggen van, hè, we houden het glutenvrij. Want ketchup manis haal ik dan zeg maar glutenvrij. En voor de rest heb ik bij mijn weten niks glutenvrijs nodig. Maar ik ga daar nog eventjes met die vriendin van mij even over hebben. Hoe en wat precies. Dus ja. Zover ik weet is de rest wat ik neerzet glutenvrij. Dus ja, dat heb ik in ieder geval geregeld. En dat is helemaal prima. Er zijn tegenwoordig zoveel dingen voor het glutenvrij. Of waar gewoon geen gluten in zitten. Dus dat is allemaal makkelijker. Maar goed, ik moet dadelijk Sam even omkleden. Want ja, hij was doorgelekt. En dan wordt het alweer tijd om richting Liam te gaan. En ik moet nog even naar de apotheek toe. Dus dan moet ik ook nog. Daar zitten we dan. Bij de school van Jordi. We zitten te wachten. Ja. Ik ga een filmpje voor die 2 aanzetten. En zo dadelijk Jordi opvangen. Heel de middag wil dit kind niet slapen. Dit kind zit net aan tafel te mekkeren en te mekkeren. Ik pleur hem op de bank. Zeg, ga daar maar liggen. Het kind slaapt. Ik wist niet dat er zo'n aan- en uitknop bestond voor het kind. Maar goed. Ik ga eten maken. Ik heb het wel gehad. Ik heb Jordi opgehaald. Dat soort dingen allemaal. Maar Liam die vrat een beetje energie. Ja, dat kan hij goed. Bloedzuiger is het. Maar goed. Ik ga boerenkoolstamp opmaken. Yay. Een hele goede morgen. Ben jij ziek? Nee hè, hij is niet ziek. Hij blijft altijd op woensdag thuis hè. Ja. Maar er is nog iemand meer thuis. Papa! Die is boven klusjes aan het doen. Jee, doet hij goed. Ik heb mijn rundergoulash al aangezet. Dat recept heb ik al eerder een keer gedeeld in de vlogs. We hebben een drukke dag vandaag. Om 11:30 moeten we Sam ophalen. Om 2:00 moeten we weg zijn. Want ik moet naar de tandarts en Niels die gaat Jordi ophalen. We zouden in therapie gaan, maar ik kreeg straks een berichtje dat gisteren kreeg ik een berichtje dat de fysiotherapeute ziek was. Nou ja, dat kan gebeuren. Dat weet je in deze tijd van het jaar dat dat kan. En verder komen mijn ouders om ongeveer 5:00 zijn ze hier. Dan eten ze hier mee
En Niels en ik moeten tegen 6:30 weer weg, want wij hebben vanavond gebarenles. Jee, die kunnen we mooi gebruiken voor Jordi en voor Liam. Liam die pikt het wel heel goed op, zeggen ze op zijn schooltje ook, met de gebaren die ik zeg maar hun heb meegegeven al. Dus ja, dat. Nu ga ik even de koelkast uitruimen, want er stinkt iets in mijn koelkast. En het is één grote pestbende. Dus dat ga ik nu even doen. Moet ook gebeuren. Niels die heeft Jordi opgehaald. Heeft hij geslapen? Ja, op school. Nee, ze ziet er nog steeds moe uit. Maar goed, ik ben net bij de tandarts geweest. Niels heeft me afgezet. En ja. Leon zit een filmpje te kijken. Ja, Leon zit een filmpje te kijken. Ik had gaatjes in mijn tanden en die hebben ze gevuld. Maar ik heb één ding niet gedaan en dat is verdoving genomen. Dus Niels, ben je trots op mama's? Ja. Ja. Het kostte me wel wat moeite, maar ze hebben echt geduld met mij gehad. Dus ik ben trots op mezelf. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik op een gegeven moment niet meer gevlogd. Het was gewoon te druk eventjes om de camera erbij te pakken. Mijn ouders zijn gekomen, we hebben gegeten. Ondertussen hebben Niels en ik ons eigen klaargemaakt voor naar gebarencursus te gaan. En dan heb ik het over Nederlands met gebarentaal. Dat is niet de officiële gebarentaal, zoals jullie die kennen van tv. Maar het is een ander soortje praat hierbij. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, willen jullie dat we jullie daarin meenemen in gebaren, oefenen, et cetera? Ik weet namelijk niet of jullie daar interesse in hebben. Laat het weten onder in de comments. Toen we gisteravond daarna thuis kwamen, toen zijn mijn ouders weer naar huis gegaan. En toen hebben we hier gauw nog even opgeruimd. Brood gesmeerd, al die dingen. En vanochtend, of ja, vannacht is Liam 2 keer uit bed geweest. Hij heeft bijna niet goed, ja, hij heeft niet zo heel goed geslapen. Dus die is nu thuis, want die was vanochtend chagrijnig en slaan en alles. En dat dus. En dan ik zei tegen hem van, het is niet zo verstandig, denk ik. Toen heb ik eventjes bericht met zijn schooltje. En die zeiden ook van, ja, dan laat hem gewoon maar thuis, want dat is beter voor hem. En van met prikkels, et cetera, dat gaat gewoon niet werken. Dus vandaag is hij thuis. We waren net even bij de Action, want het regende, het ijzelde, weet ik veel wat het allemaal deed. Maar ik kon in ieder geval nog niet naar huis, want het was gewoon echt vies weer. En toen heb ik dit voor hem gevonden. Deze. Hij is er helemaal blij mee. Ja, en het plakdingetjes, die deden het niet goed, want hij zat er met zijn snavel bovenop. En als je ondertussen aan mijn arm aan het trekken bent en ik moet dat ding opplakken, dan gaat het hem niet worden. Maar ja, het zit erop, het staat prima. Ik heb een tweede hond. Waf, waf! Waf, waf! Waf, waf! Waf, waf! Waf, waf! Waf, waf! Nou, dus ik heb een tweede hond. Ik ben tosti aan het maken voor de kinderen. Tenminste, Sam is al aan het eten. Die van Liam is nu even aan het afkoelen. Tada! En ja, dat. Ondertussen pik ik de stukjes kaas eraf. Mm. En daarna ga ik eten als ik Sam naar bed heb gebracht. En dan ga ik hier opruimen, ga ik dingen doen. Enzovoorts. Vandaag eten we frietjes, want ik heb geen zin om uitgebreid te koken. Dus dat. Oeps, we zijn op tijd op school. Nee, het viel allemaal heel erg mee met de autorij hierheen. Maar ja, we zijn op tijd. We moeten een kwartiertje wachten. Hm? Ja, echt waar? Wat wil je allemaal vertellen dan? Oh, oh, oh. Echt waar? Oké, mooi verhaal. Hij heeft nog niet geslapen.
Ja, maar hij heeft wel de hele tijd bij mama gelegen. Ja. Ja. Ah. Ha. Ah. 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 Hoe. Ah. Hoe. Nee, hoe. Ah. Hoe. Ah. Kun je auto zeggen? Ja. Dat is een auto, hè? Zie je, auto. Goed zo. Kun je het ook zeggen, auto? Auto. 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 Goed zo. Hij zegt niet auto, hij zegt appo. 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 Zoiets zegt hij. Appo. Kan niet helemaal nadoen. Maar goed, hè? Ja. Sam is een beetje boos op zijn moeder. Want hij heeft hem wakker gemaakt. En dat was niet leuk, volgens Sam. Life according to Sam. Ik vind alles leuk, maar maak me niet wakker. En geef me op tijd eten en drinken. Dat. Ja. Zijn jullie twee ratten van de Bambix bende, hè? Dus ja, we gaan nog maar even wachten. Maar ik ga wel een filmpje voor die twee aanzetten. Want anders gaat het dadelijk schreeuwen worden, denk ik. Dus. Inmiddels ligt Niels te slapen. Het vaatwasser is klaar. Wij gaan lekker naar bed toe. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.